Brabant. Ik wil jullie kort meenemen naar Ommelas. Ommelas is een prachtige stad. Aan de kust, blauw-azure zee, gezonde lucht, ruimte voor iedereen. In de stad Ommelas, daar is geen koning, er zijn geen slaven, er zijn geen oorlogen. Kortom, iedereen blij, vreugde, alle mensen in Ommelas, perfecte stad. Maar goed, net als in alle andere sprookjes zit ook hier een maar aan. Er zit een zwarte kant aan. Oh, snel. Er zit een maar aan. In een van die kelders van Ommelas, daar de voorwaarde dat de mensen zo gelukkig zijn in Ommelas, is dat er een kind wordt vastgehouden in een van de kelders in de gebouwen van Ommelas. Het kind wordt zwaar verwaarloosd, eenzaam. En iedereen in Ommelas is van op de hoogte. Maar niemand heeft het erover. Dit verhaal heb ik begin dit jaar gehoord van een ethicus en heeft enorme indruk op mij gemaakt. Ik ben een tech-optimist. Ik geloof echt dat technologie ons de komende jaren op heel veel fronten gaat helpen. Maar dit heeft mij een compleet nieuw perspectief gegeven op hoe ik kijk naar AI. Laat ik beginnen bij het begin. Dit is de jonge Marco, 27 jaar, net afgestudeerd, vol enthousiasme. Geloof in al die nieuwe technologie. En de eerste jaren na mijn studie, begin jaren 90, heb ik nog een aantal jaren onderzoek gedaan naar de toepassingen van AI in de farmaceutische industrie. Wij hebben daar een model ontwikkeld waarin we op een gegeven moment op basis van laboratoriumexperimenten een voorspelling konden doen over de bioactiviteit in dieren. En dat heeft ons uiteindelijk een prijs opgeleverd omdat wij jaarlijks bijna 60.000 ratjes niet meer hoefden te doen voor die experimenten. Dus daar stond ik, jonge gast, enthousiast en ik geloofde in die technologie. Ik was te vroeg. In die jaren, net werd al aangegeven, de tweede hype cycle. AI is niet nieuw. AI of kunstmatige intelligentie bestaat al van de jaren 50 van de vorige eeuw. En een concept waarin eigenlijk de computer dingen kan doen die we normaal gesproken toeschrijven aan mensen. In de jaren 80, met de opkomst van de computer, werd daar eigenlijk weer een nieuwe hype. Wij gingen daar mee aan de slag. En zeker op de universiteiten in die tijd. Maar eigenlijk kwamen we er op een gegeven moment achter dat we eigenlijk te weinig data hadden, te weinig rekenkracht. Dus in de jaren 90, midden jaren 90, is die belangstelling voor AI is verdwenen. Met de opkomst van internet, met name sociale media en de mobiel later, is er natuurlijk ontzettend veel data gekomen. En met die data konden we eigenlijk al die modellen weer gaan maken. Er kwam een nieuwe hype en daar zitten we op dit moment middenin. Wat je ziet gebeuren, is dat we op basis van modellen, als we maar genoeg data hebben, even kort door de bocht, kunnen we eigenlijk alles modelleren. En wat je ziet is dat er eigenlijk steeds meer toepassingen komen op het gebied van patroonherkenning. En langzamerhand zie je die verschuiving van patroonherkenning naar het genereren van patronen. Dus we gaan op een gegeven moment de volgende stap maken. We zien dat we op een gegeven moment niet meer alleen dingen kunnen identificeren, kunnen herkennen, maar dat we op een gegeven moment nu ook patronen kunnen herkennen en genereren. Er zijn heel veel voorbeelden van. We kennen allemaal de toepassingen dat we beelden kunnen herkennen, dat we geluid kunnen herkennen, muziek, Shazam op je mobiel. Maar langzamerhand gaan we de verschuiving in naar het genereren van patronen. We kennen ChatGPT, nu op dit moment natuurlijk enorm in opkomst is. We kennen Midjourney, waar we plaatjes mee kunnen maken. Fantastische toepassingen van AI. De echte toepassingen die zitten eigenlijk veel meer in klimaatverandering of de energietransitie of in de zorg of in het onderwijs. Daar gaan we de komende jaren op het gebied van AI enorme stappen zien. Wat ik interessant vind, en dat zie je hier ook op de achtergrond, is dat we dus die stap maken van patronen herkennen, ziektebeelden herkennen, op basis van scans bijvoorbeeld. Maar dat we nu inmiddels al op het punt staan dat we op basis van AI ook nieuwe medicijnen kunnen genereren. Op basis van een aantal patronen, op basis van een aantal kenmerken, kun je 3D-modellen maken, 3D-modellen voorspellen, genereren, op basis waarvan nieuwe medicijnen kunnen worden gemaakt. Dit zijn de stappen waar we op dit moment staan en we verwachten daar ook heel veel van. Wat we zien gebeuren is dat we de stap maken eigenlijk van wat we ook wel noemen narrow AI.
Dus eigenlijk AI die heel toegespitst is op één ding. Het kan alleen plaatjes herkennen, het kan alleen geluid herkennen, of het kan één ding teksten vertalen. Gaan we langzamerhand naar wat we ook wel noemen general AI. Algemene AI, die dus meer kan dan waar die voor getraind is. Stel je voor, je hebt op een gegeven moment AI wat getraind is om te kunnen schaken, dat in één keer het Japanse bordspel Go kan spelen. Of een hele andere toepassing is waarin je op een gegeven moment bepaalde talen leert, westerse talen, en het AI-model kan in één keer ook een Afrikaanse taal. Die general AI, dat hadden de experts destijds voorspeld voor 2040. En daar zijn we eigenlijk op dit moment al aangekomen. En dat heeft ertoe geleid dat met name de AI-experts, als we bijvoorbeeld kijken naar een Elon Musk of een Sam Altman, de oprichter van OpenAI, van ChatGPT. Dat zijn mensen die op dit moment ons waarschuwen voor de grote gevaren van AI. De essentiële risico's, zoals zij dat noemen. Alleen de vraag is dat het echte kind in die kelder? Ethici hebben kritiek op de manier waarop zij dit op dit moment naar voren brengen. Zij vinden dit een grote marketingtruc om daarmee AI nog groter te maken dan het is. Het zijn vooral dingen die we kennen vanuit science fiction films. Er zijn tegenstanders die zeggen van, of critici die zeggen, het gaat niet om die essentiële risico's. Dat is ver weg en het is de vraag of dat überhaupt gebeurt. Het echte kind in die kelder, dat zien we eigenlijk nu al gebeuren. De ethische dilemma's die we vandaag de dag eigenlijk al zien bij AI. En ik wil jullie meenemen in een aantal van die voorbeelden. Wat we zien is dat die grote techbedrijven de afgelopen jaren al die data hebben gebruikt om AI-modellen te maken. En wat je ziet is dat op een gegeven moment al die data, de vraag is of dat rechtmatig is gebruikt. En dat denk ik niet. Ze hebben al die data vanuit Wikipedia, vanuit Google, vanuit andere databronnen gewoon gepakt. Met name sociale media natuurlijk ook de laatste jaren. Al die data wordt gebruikt om AI-modellen te maken. En wat je ziet gebeuren is dat sommige tekstschrijvers of stemacteurs langzamerhand hun eigen werk weer terugzien in de antwoorden van AI. Sterker nog, AI neemt ook hun banen weg. Dus het is de vraag wat er met die data gebeurt. En over welke data hebben wij het eigenlijk? Er zijn onderzoeken die heel mooi laten zien dat 70-80% van al die data die wordt gebruikt om al die AI-modellen te ontwikkelen, dat dat vooral westerse data is, vooral Amerika zelfs. Een deel van die data komt uit Europa, maar er zit niet of nauwelijks data bij, die komt uit Afrika. Wat betekent dat voor de modellen die wij ontwikkelen? Het betekent dat daar dus een bias in zit, een verschuiving, een vooroordelen. Er zitten cultuuraspecten in die AI-modellen die we vandaag de dag gebruiken. Een bekend voorbeeld is wat Bloomberg recentelijk nog heeft gepubliceerd. En als je bijvoorbeeld vraagt om een foto van een CEO, dan krijg je een blanke witte man. Als je vraagt om een terrorist, dan krijg je een gekleurde man met een baard. Dus dit zijn de vooroordelen die in dit soort AI-modellen zijn geslopen de afgelopen jaren. Met name omdat die data die gebruikt is, die komt uit de westerse wereld, Amerika, bepaalde websites die daarvoor gebruikt zijn. En dan de betrouwbaarheid. Hoe betrouwbaar is het eigenlijk wat AI ons op dit moment levert? Er zijn steeds meer mensen die eigenlijk het vertrouwen hebben op wat een ChatGPT voor hun oplevert. Kijk op scholen. Stukken die door studenten of leerlingen worden opgeleverd. Ze geloven het, vertrouwen het. Ze gebruiken het als een zoekmachine, terwijl AI eigenlijk vooral een statistisch model is. Daar zit dus een kans in dat er dingen fout zijn. Sterker nog, die kans is vrij groot. Natuurlijk, die AI-modellen worden steeds beter. Maar wat je ziet is dat het geen zoekmachines zijn. Het zijn statistische modellen met fouten. En als we dan kijken welke data er wordt gebruikt en wat er de komende jaren gaat gebeuren. Dus al die generatieve AI, die AI-modellen, die teksten maken, die plaatjes maken, die vervolgens allemaal op internet terechtkomen. De voorspelling is dat wij in 2026
90% van de data op internet afkomstig is of op de een of andere manier gegenereerd is door AI. Wat betekent dat als deze data straks ook wordt gebruikt om die nieuwe AI-modellen te trainen? Als we steeds meer data gaan gebruiken waar kleine fouten in zitten, waar vooroordelen in zitten, wat gebeurt er met die AI-modellen? En ik heb het zelf al eens de gekke koeienziekte van de AI genoemd. Jullie die gekke koeienziekte nog kunnen herinneren? Het waren koeien die voedsel aten van zieke koeien en daardoor zelf ook ziek werden. Maar de AI-modellen die we vandaag de dag gebruiken en in de komende jaren met die data die afkomstig is vanuit AI, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, dit zijn een paar voorbeelden die ik jullie heb genoemd van wat eigenlijk de echte ethische dilemma's zijn die op dit moment spelen, waar we op dit moment naar moeten kijken hoe we daar tegenaan mee om kunnen gaan. En zo zijn er nog veel meer die ik nu niet heb genoemd. Maar denk daarbij aan het energieverbruik of het waterverbruik. Of denk eraan dat de techbedrijven, de grote techbedrijven, de enige bedrijven zijn die straks die modellen nog kunnen betalen om dat te bouwen. En zo'n AI-model bouwen kost 100 miljoen. Dus er zijn op dit moment al grote ethische dilemma's waar we op dit moment aandacht voor moeten hebben. En dat is het echte kind in die kelder. En dat brengt mij ook op terug weer in de stad Ommelas. Het verhaal van Ommelas is geschreven door Ursula Le Guin in 1973. Zij die wegliepen uit Ommelas. Over die mooie stad waar iedereen wil wonen. Dat kind in die kelder. Waarbij iedereen weet wat er speelt, maar niemand iets zegt. En je ziet ook steeds meer dat mensen weglopen uit Ommelas. Niemand weet waarheen en niemand weet ook waar ze terechtkomen. Zij die wegliepen uit Ommelas. Dit verhaal heeft mij laten nadenken over van wat gebeurt er nu echt. Ik heb in de tijd van sociale media was ik ontzettend positief over sociale media. Ik heb het kind in die kelder genegeerd, niet gezien. En achteraf zijn we, ook daar zaten een aantal ethische dilemma's. En ik hoop dat wij op dit moment, als we kijken naar AI, wel aandacht hebben voor dat kind in die kelder. Dat we ons iedere keer afvragen, moeten wij AI eigenlijk wel gebruiken? En als we het gebruiken, wat levert het dan op? En wie wordt daar beter van? Hoe behouden we, zeg maar, dat het uiteindelijk ook voor mensen is? Voor allemaal. Wat is de prijs die wij willen betalen voor AI? En dat is ook de vraag die ik aan jullie wil meegeven. Van wat is de prijs die jullie willen betalen om AI te gebruiken? Dankjewel.